Hij woonde 14 maanden op Antarctica. Huisarts Floris van den Berg uit Nijmegen. Op Poolstation Concordia heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed die het leven op dit gebied heeft gehad op zijn 11 medebewoners. Qua wetenschappelijke bevindingen kan ik nog niet zo heel erg veel zeggen. Ook omdat het vaak lang duurt. Sommige gegevens zijn we nu nog aan het analyseren. Een aantal dingen die je wel kan zeggen is vooral over hoe mensen gedragen in de isolatie. Veel mensen gingen zich veel meer opsluiten. In die zin dat ze veel meer op een kamer tijd doorbrachten. En je zag ook wel dat vooral in het begin eigenlijk dat mensen echt hun afweersysteem echt heel erg naar beneden gaat, zeg maar. Dus dat werkt niet meer zo goed. En dat komt met name door het zuurstofgebrek. Dus dat zijn de dingen die we nu al wel weten. En de rest van de onderzoek, met name ook over de botdichtheid, dat moeten we ook kijken. Als over een half jaar worden er ook weer scans gemaakt en ook van de hersenen. En dan kunnen we pas zeggen van wat nou echt het lange termijn effect ook is. Ja, wat ik het meest heftige vond, wat ik heb meegemaakt daar, was vooral dat mensen zo negatief kunnen zijn. Dat sommige mensen het heel moeilijk vinden om een lange tijd opgesloten te zitten. En over de hele kleine dingen gaan zeuren. Wat ik het meest gemist heb, is wel mijn vriendin. Via Skype hadden we wel contact en af en toe wat berichtjes. Maar dat is toch, het is gewoon niet fijn zo lang, 14 maanden. Vrienden, familie. Dus meestal heb ik mensen gemist. En daarnaast ook wel de mogelijkheid om gewoon even lekker naar buiten te gaan, in de zon te zitten. Het warmste wat we hadden was één keer min 22. En dan is, dat is onze zomer. Dus dan moet je nog een pak aan en dat is gewoon heel koud. Om vracht te vervoeren gebruiken we de chasseuse. En ik moet nu even wat benzine halen voor een van de generatoren. Dus ik ga even een stukje rijden. En ik merkte ook bij mijn camera, als ik beelden wilde maken, dan bevroor op een gegeven moment mijn LCD-scherm. En de batterij stopte ermee. Dus ik heb nog een camerabox gebouwd om mijn camera warm te kunnen houden. Er zat een verwarmingselement in. En met een accu in mijn pak had ik dan, kon die warm blijven en dan kon ik wel filmpjes maken. Wat ik het leukste vond op Concordia was ook wel dat het een super maffe plek was. Je hebt daar helemaal niks. Aan de ene kant was dat het vervelendste, omdat je echt niks had. Aan de andere kant is het ook wel heel interessant dat je gewoon, je voelt je echt of je op een andere planeet zit. Dus dat was ook aan de ene kant het vervelendste en ook wel het leukste. De mooie momenten als je dan, Skype met André Kuipers was geweldig. Het zuidenlicht zien is heel cool. En ook wel gewoon als je weer de eerste mensen na 9 maanden isolatie, als je de eerste mensen weer ziet, moet ik zeggen, daarmee ook wel heel blij. Een van mijn ambities is nog wel dat ik denk, de ruimtevaart vind ik super mooi. Dus ik zou wel, als ze me vragen, zou ik wel graag astronaut willen worden. Maar ik ben ook wel heel reëel dat die kansen super klein zijn. Het is natuurlijk een hele populaire baan waar maar eens in de 10, 15 jaar mensen voor geselecteerd worden. Het lijkt me heel gaaf. En ook tijdens mijn gesprek met André Kuipers, toen ik daar zat, hij was ook heel enthousiast over Concordia. Dus dat is ook wel leuk als een astronaut enthousiast is over jouw werk. En ik was natuurlijk heel enthousiast over zijn werk. Dat is nog wel een bepaalde fascinatie. Dus daarom vind ik het ook leuk om voor de ESA te werken. Of die kans ooit komt, geen idee. Maar een beetje dromen mag wel.